Al jaren groeit het toerisme op de Waadeilanden, lykas hier op het Ameland. Ek jouwe besiekers meer jild uit. Goed nijs, maar het zorgt ook voor problemen. Nou, we zien de laatste tijd, eigenlijk sinds 2015, dat we wat moeite hebben om vacatures te vervullen. En dit jaar zijn er ook vacatures onvervuld gebleven. Bij strandpaviljoen Sjoerd in Nes draaien ze in de keuken oeroeren. Ze hebben grut verlet van extra koks, maar kind in het fine. Dat heeft voor ons op dit moment het gevolg dat wij niet 7 dagen in de week open kunnen zijn voor het diner. Wel overdag, maar helaas op het moment kunnen wij maar 5 dagen in de week diner draaien. Omdat er gewoon echt nog koks tekort komen. Even verderop bij een restaurant het Koikershuis in Buren hadden ze hetzelfde probleem. En er is nog wat dat ze in onrinnen. Onderdak, huisvesting, groot probleem hier op het eiland. We hebben vraag naar of wij ook onderdak hebben. Dat kunnen wij niet bieden aan de mensen die van de wal afkomen hier. We hebben nu één iemand aan het werk die reist op en neer met de boot. Die begint na de eerste boot begint hij te werken en die stopt met de laatste boot. Kan hij weer terug naar huis? Voor de avonduren gaat dat niet lukken. Hebben we meer mensen nodig, ook onderdak. Aan de eind van het seizoen zullen de VVV maar de ondernemers en de gemeente om de tafel om naar oplossingen te zieken. Dus je zult moeten zorgen dat mensen hier goed onderdak kunnen. En mensen die hier willen blijven en promotie willen maken, die willen een gezin meenemen, die willen hier kunnen wonen. Dus je hebt goede woonruimte nodig en niet een staakcaravan voor een paar maanden.